Maandag 27 januari hebben we opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het gaat om een 31-jarige man uit Rotterdam. Hij is voor een periode van 14 dagen in bewaring gesteld en zit momenteel in alle beperkingen. Al eerder werden twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Het gaat om een 36-jarige man uit Almere en een 26-jarige man uit Zoest. Eerder zijn al meerdere personen aangehouden in de zaak. Zij blijven aangemerkt als verdachten, maar zijn wel heengezonden. Dirk Wiersen was de advocaat van krooggetuige Nabil B. Hij werd op 18 september 2019 in Buitenveldert op straat doodgeschoten. Er is een groot landelijk onderzoek gestart dat tot op de dag van vandaag in volle gang is. Heb jij informatie die het onderzoeksteam mogelijk verder kan helpen, maar dat nog niet met ons gedeeld... Doe dat dan alsnog.